Oh, sorry. Nee, niet doen, niet doen, niet doen. Niet doen! Ik ga er even een propje in zetten, dan kan die jongen verder rijden. Hoe lang denkt u dat het duurt? Oké, jongens, we zijn uitgestapt. We zijn uitgestapt. Ergens hier, ergens hier is het. Goedemorgen, jongens en meiden. Hello, what is your name? Hello, my name is... Gio Laloy. Laloy. Hallo. Ja. Dit is de roomhint. Yes. Hallo. 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 What is your name? Goedemorgen, jongens en meiden. Welkom. Hallo. Hallo. What is your name? Godzo. Dat heb je van mij, hè? Jij neemt echt mijn trekjes over. Dat is echt niet normaal. Ja. Goedemorgen, nogmaals voor de derde keer, jongens en meiden. Ik hoop dat jullie allemaal weer hartstikke veel zin hebben in de nieuwe vlog vandaag. Er loopt iemand te tetteren achter mij. Hey, Bibi. Ik heb koffie. Hou eens even op, ik probeer je te praten tegen me. Ik heb koffie gedronken. Waarom? Ze is heel hyper. Waarom is ze zo hyper? Omdat Bibi er is, dat vind ik gezellig. En omdat je koffie gedronken hebt. Oh ja, jij drinkt nooit. Jij drinkt nooit koffie ook. Nee. Dus, nou, ik wens je veel succes met haar. Dank je. Ja, je zadelt er weer goed met mij, hè. Hallo. What is your name? Nou, jongens en meiden. Ik wil zeggen weer een hele goede morgen. Soms val ik een beetje in herhaling als mijn vlog begin. Maar, het is een nieuwe dag. Ik ga de gordijn hier even lekker open doen. Hele want... goede morgen. Hou je mond, Jade. Hallo. What is your name? Wat heb jij? Gaat het goed? Ga jij maar even lekker naar de sportschool. Even je energie kwijtraken. Niet die doos aan. Kom op, hop. Chop, chop. Oh, eindelijk rust. Eindelijk rust. Dag, ja joh, doe je altijd de deur tegen de kast aan? Ja. Hey, doei. Hallo. Ja. What is your name? What is your name? Oké, gods. Zo, die was iets te hard dicht. Nou, dat is ja, de nieuwe trekje. Ik ben alleen thuis. En dat betekent dat we even lekker de tanden gaan poetsen. Waar is mijn tandenborstel? Kijk, dit is trouwens echt een nadeel aan zwarte wasbakken. Je ziet dus heel goed dat... De tampen staan al als erin zitten, zie je? Niet heel handig. Moet dit even een beetje wegpoetsen. Het wordt heel snel een beetje viezig. Oh, wauw. Mijn tandenborstel ligt op de grond. Nice. Fijn. Lekker. Lekker fris ook dit. Kijk, je spoelt het wel weer zo weg, zie je? Het witte. Maar het is niet het meest handige. Oi, oi, oi. Wat is dit? Genieten zeg. Hoofd in de zon. Ik zou dus echt nooit meer in een huis willen wonen waar ik geen buitenruimte heb. Ik had dat toen ik daar, zeg maar, in die toren die je daar achter ziet staan. Daar die toren, eigenlijk achter de toren die je hiervoor ziet. Daar woonde ik, natuurlijk. Daar hebben heel veel van jullie ook mijn vlogs gezien. Best wel grappig eigenlijk dat ik nu dan precies daar tegenover zit. Dat vind ik best nog wel lachen om te zien. Soms kijk ik ook echt die vlogs nog terug van het appartement daar. Alleen er was zo'n groot nadeel. En dat was dus dat ik gewoon geen balkon had. Geen buitenruimte. Ik kon niet lekker in de zon zitten zoals nu. Dus daar heb ik wel echt van geleerd van een buitenruimte heb je echt nodig. Tenminste, ik dan. Ah, en hier heb je gelukkig gewoon een lekker groot balkon. Zo. Oei, yo. Het is een partijtje warm hier in de zon. Die stoel staat ook vol in de zon. Ik ben gewoon een beetje duizelig als ik opsta. Lekker ontbijtje. En we gaan gezond doen, want kijk eens aan wat we hier hebben. Oh, een acai bowl. Lekker, man. Dat vind ik zo top altijd. Aardbeien erin, banaan. Heerlijk. De meiden zijn weer lekker terug en ze zitten hier even lekker te eten. Zo, is Jada de energie een beetje kwijt? Ja. Of is ze weer rustig? Goed uitgeput. Zo. Ben je weer normaal? No. Hello. Hello. What is your name? Nee, ik ben even uitgerend. Je energie is weg? Mm-hmm. Oké, dat is fijn. Gelukkig. Oh jee. Jongens, ik had het gisteren in de vlog er al over dat ik last minute eigenlijk op vakantie wil, het liefst met jou. Ja. Het liefst echt met jou. Maar jij hebt het echt veel te druk deze dagen. Ja. En ik niet. Ik wil ook het liefst met jou. Maar ik kon niet de dagen vinden dat ik even een weekendje wegkom. Nee, ja, er heeft allemaal dingen gepland staan deze dagen. Dus super jammer. Maar ik heb dus echt net 5 minuten geleden... Jammer, zij mag lekker de tering krijgen. Maar ik ga lekker wel. Ja, zij mag de tering krijgen. Maar ik ga wel op vakantie inderdaad. Nee, super jammer dat we met jou niet mee kan. Maar ik ga dus 2 dagjes weg samen met Alex. Dus super leuk. Ik heb echt net geboekt. Heb je een koffer hier? Wauw, hè? Heb je een koffer hier? Ja, die heb ik dus gisteren al ingepakt. Oh. Omdat ik al wat wilde gaan doen. Wat goed van jou. Ja, slim, hè? Waar is die dan? Die ligt wel in mijn auto zelfs. Gewoon, ik ben al helemaal klaar. Alleen je toiletspullen?
Die heb ik ook in zitten. Ik heb mijn gel mee. Ik heb tandpasta erin. Nou. Mijn tandenborsten van Krimpen. Alles heb ik er al in gedaan. Is dit een beetje een goede vliegtuiguitfit of niet? Ja, maar dan zou ik wel even... Of heb je de trui niet? Is dit bij passende trui? Ja, die kan ook. Oh nee, dat is voor en super rich kids. Maar het is wel dezelfde kleur. Wat leuk. Ga je lekker weg. Ja, kijk, we hebben trouwens echt twee kanten. Je hebt hier zo mijn kant van de kledingkast. En ja, de kant van de kledingkast. Leuk, hè? Wat wil je ermee zeggen? Nee, niks. Dat die voor jou iets meer rommel is. Dat valt echt. Oké, we maken bijna rol. Je hebt gelijk. Ik ga die trui even aandoen. En nou eigenlijk, ja, het is dus nu 2:30. Je t-shirt rollen aan? Ja, en ik vlieg dus al vanavond 6:30. Dus op zich moet ik best wel een klein beetje opschieten al. Heb je een witje? Ik ben gelukkig helemaal ingecheckt. Heb je ook je terugvlucht al geboekt? Ja. Nou. Ja. Ik zei de hele tijd, je mag wel gaan. Nu ga je echt en dan denk ik, kut. Ja. Ja, dan zei, ga nou lekker weg. Ja, als het kan, waarom niet? Nou, we moeten binnenkort echt weer even weg. Voordat je je huis hebt, nog even een weekje ergens heen eigenlijk. We gaan de lift in. Ik moet namelijk even mijn koffer uit de auto pakken. Oh ja, jullie moeten naar 0. Tenzij jullie natuurlijk mee willen lopen naar mijn auto, hè? Nee, oké, ik voel geen enthousiasme. Nee. Hey, ik zie jou niet meer dan, hè? Dus we gaan nog even een lekker ordinaire Zoom-sessie doen. Ik ga je Dus schatje. Nee. Ja, hou je ogen dicht alsjeblieft. Ogen dicht. Zo in een hoekje gaan. Nee, ik zie jou niet meer. Tot een paar dagen. Zondag. Ja. Red ik wel. Nu ben jij weg. Vorig jaar was ik van vrijdag tot zondag. Ja, klopt. Doei. 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 Nee. Nee. Oké, doei. Heb je paspoort? Ik heb mijn paspoort, ja. Joe. Jelle die brengt mij dus. Alleen ik bedenk me nu net dat we ook gewoon met mijn auto kunnen gaan. Kan ik gewoon alles hierin laten liggen nu. Ik vind dat een strak plan. Had ik helemaal niet naar mijn auto gehoeven. Oh, ik word zo happy van dit licht hier allemaal. Dat heerlijke daglicht. Zijn jullie team daglicht of team donker? Ik heb het al vaker in mijn vlog gezegd. Ik moet altijd overal alle gordijnen lekker open hebben. Lekker licht in huis. Lekker, hop, licht op mijn gezicht. Ik word daar echt 10 keer gelukkiger van dan de donkere ruimtes. Maar je hebt ook mensen die dat andersom hebben. Dus ik ben benieuwd. Laat me achter in de reacties. Tijd voor een koffietje. En ik heb dus, nou, zoals ik al zei, alles ingepakt. En straks ga ik dus rijden naar Jelle. Mijn tas, cameratas staat daar op tafel. En dan is het tijd om samen met Alex te vertrekken naar Barcelona. Prima koffietje. Heerlijk. Oh, ik heb mijn schoenen aan. Ik betrap mezelf op dat ik de regel niet navolg. Oh, oh, oh. Zitten we dan onderweg naar Jelle. Lekker koffietje naar binnen gewerkt. Zo, mijn auto geeft echt aan dat het gewoon 20 graden is, joh. Zal het in Barcelona dan nog wel warmer zijn, denk ik. Zitten we dan op de weg. Nog links eventjes weer doei zeggen tegen de mooie torens hier zo. Doei, doei. Dat doe ik de laatste tijd echt elke keer. Maar ik ga dus nu naar Jelle toe. Dat is echt 10 minuutjes rijden van de 4. En Jelle die brengt mij dus naar Schiphol. Waarschijnlijk gaan we dus gewoon lekker met mijn eigen auto. En dan kan hij hem dus terugrijden naar hier gewoon de garage in. En Alex die staat dus daar op Schiphol al te wachten. We zijn nu. En kijk eens, daar is de zakelijke man. Zo, wat zie jij de zakelijkheid vandaag? We gaan naar Barça, ik moet wel. Gaan we? Ga je mee? Ik dacht dat je maar... Ga mee dan. Kom mee dan. Nee. Waarom niet? Ja, Maarten, je gaat over een uur naar Barça. Dus? Moet ik nu mijn tas pakken? Ja, weet je wel. Nee, gek. Nee? Nee, dat kan niet, Dick. Ah, jammer. Oké, maar je gaat dus niet mee? Ja, maar dat kan niet, ouwe. Dat kan echt niet. Zeg maar... Alles kan, bro. Je kent mijn FOMO. Hoe graag ik hier op jou zou zeggen. Je gaat echt wat missen. Ik zeg je eerlijk, je gaat echt wat missen. Ja, maar ja, wat moet ik doen, ouwe? Dan moet ik nu een ticket kopen. Dat is toch onmogelijk? Dat kan? Ja, voor 80.000 euro. 300 euro. Was maar 300. Ja. Kut, sorry. Bo bellen, bo. Nou, op naar Schiphol, jongens. Echt een neppe vriend, hè, dat je niet meegaat, man. Weet je wat een neppe vriend is? Dat je mij niet vraagt om mee te gaan. Ik vraag je niet, toch? Ja, nu, omdat je weet dat het onmogelijk is. Nee. Wanneer heb je dit gepland? Ik heb letterlijk een uur geleden die tickets pas geboekt. Bluf. Ik zweer het je, ik heb vandaag pas geboekt. Echt net bro, pas. Ik app jou, wat ga je doen vanavond? Jij zegt, ik ga naar Barça, man. Ja, toen had ik ze nog niet geboekt. Toen had ik ze niet geboekt. Toen had ik wel een plan in mijn hoofd zitten, maar zeg, ik had het nog niet geboekt. Ik zweer het. Nee, niet doen. Niet doen! Echt niet? Nee, bro. Ziek. Ik heb dus een ideetje. We zitten al 20 minuutjes in de auto. Hey, ik hoorde dus laatst ergens op een vlog of zo dat jij een zieke frietfan bent. Ja. Zullen we gewoon nog even een lekkere tussenstopje maken bij de Burger King? Patatje? Ja, of het burgertje. Oké, let's go. Lekker, bro. Eten. Oké, Burger King of McDonald's? McDonald's denk ik, man. Ja?
Niet? Burger King. Wil je niet wat anders gewoon? Ja, jij mag kiezen. Laat een keer Burger King gaan. Okay. We gaan altijd dan naar de McDonald's. Ja, dat is waar. We gaan gewoon een keer Burger King. Burger King. Okay. Je ziet het hoor. Ja, die zit hier gelijk eraf. Gaat Jelle dood aan ongezond eten? Sowieso. Hoe dan ook? Ja, echt? Ik zei het al zo. Hoe dan ook, zat ik. Ik eet zoveel ongezond, bro. Oké, gaat Gio Latoy dood aan ongezond eten? Jij eet ook al. Steek meer energie in alles wat je doet. Maar jij hebt geluk aan Jade. Ja, man. Want die kookt echt lijp gezond. Ja, sowieso. Ik heb vanochtend ook lekker gezond. Oh. Gaat Gio zijn vlucht halen? Wees praktisch. Ja. Nou, daar zijn we mee bezig toch? Jij dropt mij straks en ik kan gelijk uitstappen. Dat is waar. Oké, jongens, we gaan wat doen. We gaan even een foto naar Alex sturen. Dat ik een lekker band heb. Kijk, er staat hier namelijk een taco-wagen. Zie je hem staan? Ik zie hem staan hoor. Gaan we even kijken of hij het gelooft. Oké, bel jij hem anders op? Bel jij hem op? Ja, bel hem. Hij heeft nu gezien. Zeg dat ik bezig ben. Zeg het blij spreken. Ik kan ook naar die man lopen, vaak ik erin praat. Hey, wat bro. Hey, luister dan, we hebben echt een probleem. Want ik zou Gio wegbrengen natuurlijk, dus dat ben ik nu aan het doen. Maar die fucking auto geeft een lekker band aan. Ja, een goede prank. Een prank? Bro, nee, Alex, ik zweer je. Hij stuurt toch net de foto van die takenwagen. Moet ik naar die vent lopen? Geloof je het dan? Ja, is goed. Oké. Ja, moment. Dit is die hand. Ja, dan loop ik naar die man toe. Hé, moment. Hoi, meneer. Ik heb een vraagje. We zijn een grapje aan het uithalen met een vriend dat we een lekker band hebben. Wilt u maar zien dat we zeggen dat we een lekker band hebben? Ik heb hem hier aan de lijn. Kan wel, toch? Hier, heb je hem, Alex. Hoi, Alex. Wat is hey. Je hebt een lekkere auto, een mooie auto, maar je moet wel zorgen dat je banden goed zijn. Ja, okay. Je hebt een lekker band, jongen. Ik ga er even een propje in zetten en dan kan die jongen verder rijden. Hoe lang denkt u dat duurt? Een kwartiertje, jongen. Kwartiertje? Nou, oké. Okay. We moeten naar de airport, dus ik denk dat het wel lukt vanaf. Ja, wel. Okay. Ik ga er even vlug een prop in zetten voor. Ja? Ja. Nou, geloof je het nou, Alex? Ja, oké. Okay. Ja? Oké, okay, bel Gio even, ja? Is goed. Yo, dankjewel meneer. Ja, zo gaat dat. Hij is al bij de airport. Dus het is grappig. Hij zit te wachten. Hoi. Hey, ik heb gezegd dat hij nu jou moet bellen. Gelooft u niet? Nou, dat hoop ik wel, want dat is echt de man van de AMB. Yo. Okay. Ja. Fire man. Wacht, kan je even aan die man vragen of hij aan mijn andere band ook kan kijken? Ja, is cool. Maar ja, we redden het alsnog wel gewoon dan, toch? Nee, ik denk het niet, man. Wordt wel lastig. Je weet wel hoe ik het gevoel dat ik echt tering aan bent aan lullen. Ik ben echt aan lullen, ik hoor het. Hey, Alex, ik was wel legit naar die man aan het lopen. Ik ben gewoon legit naar die guy gelopen. Ja, ik vond het echt een rare stem, maar... Maar hij was wel echt de bestuurder van die takenwagen. Oh ja, we komen eraan tot zo. Hallo. Wat zei je dan net? Ja, hij zei, die man zegt gewoon, hey, je spreekt met de DNA. Zegt hij gewoon, yo. Het was echt alsof het gewoon, ja, ik weet het ook niet, man. Maar hij gelooft het toch wel. Fucking Alex. Oh, wat een kut humor, jongens. Lekker, hè? Dat zei die man ook. Oh, ja, zei je dat? Ja, zei ook. Wat een humor ook weer. Hey, kijk eens, we hebben hier de spelersbus van een Belgische voetbalclub. Maar welke is het? Wie weet het? Wie ziet het? Wie herkent het gelijk? Ik denk dat er genoeg Belgen zijn die het gelijk herkennen, maar ik denk ook veel Nederlanders niet. Nee. Ik wel, maar ik zie het ook zo. Ja, omdat we het even zien staan. Oh, ik had het logo anders ook niet herkend, hè, moet ik zeggen. Oké, als we het nou even langs gaan rijden. Kijk, nu zie je het. Ja, nu zie je het bijna ook staan gewoon. Jelle, ik wil even een applausje, Jelle. Waarvoor? Even een applausje, kom op. Oh shit. Waarom? Omdat we de mooiste toren van Nederland zien. De Schiphol-toren. Ja! Is dat de mooiste toren van Nederland? Waarom ben je niet enthousiast? Ja, gast, ik ben in Rotterdam. Bro, de Schiphol-toren! Yeah! Jongens, we zijn er. Ja. En we gaan nog weg ook. Hartstikke mooi. Als het goed is, staat Alex hier. Gast, beter wrijf het in hier nou, hoor. We gaan weg. Ja, sorry man. Het spijt me zeer. Nee. Ik ga jou straks verlaten. Ik gun het jullie. Maar je mag wel lekker in deze auto rijden, dus dat is ja, wel... Ja, ik dat is ga leuk. Hem thuis afzetten. Doe voorzichtig een parkeergarage. Ja, zeker. Okay. Ja, dat wordt nog wel spannend, hè? Ja. Dat is echt een smal dingetje. Ja. Daar is hij. Yes. Goed. Lekker bro. Hey. Yes. Ben je ready? Ik ben ready, man. Vakantiemodus aan of niet? Lekker, man. Ja. Lekker één... Oh, bro, jij mocht niet één koffer meenemen. Waarom heb je muziek aanstaan?
Ik weet niet, gewoon een goede tune. What the fuck? Oké, jongens, we gaan even inchecken. We zijn er doorheen. Hey, heb jij er ooit aan gedacht op het vliegveld van, hey, laat ik een keyboard kopen? Ja, of een PlayStation 5. Ja, waarom niet? Op het vliegveld. Ja. Ik snap dat nooit, man. We kunnen wel inkopen en worden dubbel verkopen. Ja, het is staan wel een goede voorraad hier, inderdaad. Ja. Maar hier, wie koopt dit op een vliegveld? Ja, what the fuck? We zijn er helemaal klaar voor. Jongen, succes. Hey, lekker, proost. Waar proosten we op? Op, Vertel. Houd het netjes alsjeblieft, houd het kindvriendelijk. Dat mensen mijn vlog nog mogen. Dat iedereen zijn school afmaakt en goed doet op zijn examen. En geen drugs gebruikt. En ja, man, gezond en liefd. Yes, let's go. Ik ben dus altijd bang als ik jou film soms dat jij een opmerking maakt die ik er weer uit moet knippen. Of dat ik iets moet diepen. Ja, best vaak. Ik denk dat er gewoon heel veel mensen zijn die gewoon omdat jij soms in mijn vlogs wil komen, niet mijn vlogs mogen kijken. Ja. Daarom kom ik er ook niet meer in. Ja, gaan we dit weekend weer verpesten. Ja. Nee, ja, ik zal mijn best doen. Ik zal zeg maar de dingen die er niet mogen, die zal ik op mijn kanaal doen. Oké. Doe dat. Hoppa, we zijn er eindelijk doorheen. We gaan door de slang hier zo naar het vliegtuig toe. We vliegen met de Vueling. Vueling. Het is niet mijn favoriete maatschappij, maar het was de enige optie nu. En we zitten niet naast elkaar. Ja. Kunnen we misschien wel regelen? Ja. Nou, gezellig. Hey, leuk man. Ja, echt leuk samen vliegen. Ja. Er komen twee mensen tussen ons in. Ja. Kut, sorry. Ah, ja. Barcelona, lekker man. Zonnebrilletje al of? Yes. Lekker, lekker man. Mensen niet zien dat ik punchy ben, man. Je hebt twee wodka op, twee bier. Zo bro, het hele ding beweegt hier, man. Ja, dat is leuk, man. Of is dat? Ja, het was zoals gezellig in het vliegtuig. We hebben even lekker een drankje gedaan daar inderdaad. We gaan nu dus de Uber nemen. We hoeven gelukkig niet te wachten op onze koffers. Maar ik moet wel vet nodig naar het toilet. Ja, man. Jij ook? Het is altijd zo als je een beetje drinkt dan. Maar je moet dat uitstellen, gewoon tot het laatste. Want als je meteen gaat plassen, als je gaat drinken, dan moet je om de 5 seconden plassen. Dat is echt... Bedankt voor deze wijze levensles. Ja, jongens, niet te veel drinken. Oeh, zo. Ken je dat moment dat je... Ja, man. Oh, jongens, dat moment. Ik heb net heerlijk geplast, maar dat je in het vliegtuig zit en dat je gewoon de hele tijd een poepertje moet laten. Dat is zo... Dat is zo verschrikkelijk. Dan zie je maar te wachten. Vooral op lange vluchten, dan is het pas echt erg. Dit valt er wel mee. Het was een uurtje en 55 minuten. Dus net op het toilet kon ik even lekker mijn ding doen. Heel het toilet liep gelijk leeg. Ja man, het is helemaal loesoe. Iedereen ging loesoe. Iedereen was weg. We gaan nu richting de taxi. Zo chill altijd als je dus niet op je koffers hoeft te wachten. We kunnen gelijk de taxi hierin staan te wachten hier. Die gaan we pakken naar het hotelletje. Ik ben echt benieuwd naar het hotel. Volgens mij is het namelijk op een hoge etage, dacht ik. Dus we gaan het zien. Kijk, speel even de gentleman. Alsjeblieft, jongen. Thank you very much. Alsjeblieft. Wij zitten in de taxi, jongens. Het is een half uurtje rijden vanaf het vliegveld. Helemaal top. We rijden nu net een tunnel door, vandaar dat het zo licht is hier. Het is eigenlijk echt al wat donker buiten. In Spanje wordt het natuurlijk eerder donker dan in Nederland. Want het is 10 uur en in Nederland zou het nu gewoon echt nog best wel fel licht zijn. Nou ja, dat is ook niet meer op die. Op zich nog wel gewoon lekker licht, toch? Ja, de zon gaat er wel een beetje onder, denk ik hoor. Ja, oké. Okay. Kijk, want nu. Hier, dit is een beetje nu hier de. De status gewoon donker eigenlijk. Man. Ja, toch wel heel. Op camera ziet er altijd lichter uit dan in het echt. Ja. Die camera... Het is niet donker nu, of wel eigenlijk? Nee, hè? Nee, het is niet helemaal donker. Kijk eens, jongens, we stappen net uit de taxi. Wow, het ziet er wel als fancy uit, dit. Ja, vind je niet? Nee. Het is. Wow, ja, het is dus volgens mij fucking hoog. Kijk, het is een zieke toren. We gaan hier even inchecken. Maar het ziet allemaal wel mooi uit. Ik heb echt geen idee wat ik geboekt heb. Nee? Echt letterlijk geen idee. Het zag er gewoon leuk uit. Ja, het ziet er wel fancy uit hier zo. Dus we gaan naar binnen hier, denk ik. We staan in de lift. Gezellig, jongen. Ja, toch? Oh, gezellig. Ja. Waarom doe je nog steeds de zonnebril? Ja, weet niet. Gewoon pasje. Oh, zo. Wow, yo, deze lift gaat snel. Zo, dus wel een stukje sneller en de zalm af. Ja. Ik ben heel benieuwd naar de kamer. Ik ook wel. We gaan morgen pas het uitzicht echt goed zien, denk ik, natuurlijk. Want het is nu dus al donker, zoals ik al vertelde. Het is 9:45. Yes. Ja. Shine ik zo hard dat je je zonnebril op moet. Ja, je shine alles zo hard. Oh, daar gaan we. 14:11 hadden we. Of 12. Waar is hij? 14:12. Ik zie het hier staan. Ja. Oh, hier is hij. Spannend. Hoi-yo! Ja, toch? Let's go! Kijk eens. Mooie verlichting. Hoppa, alle gordijnen zitten hier al dicht. Lekker man. Ik ben dus heel benieuwd naar hoe het uitzicht is. Wow, dit is echt een... Hey. Zo, bro. Hoe groot is dit gordijn? Bro, wat de fuck?
Oh. Oh. Nou, lekker dan. Ze zien een muur. Je hebt hier gewoon een muur inderdaad. Oké. Okay, ja. Oké, dus dan is hier. Ja, ik denk het ook. Ja! Ja, zo. Ja. Oké, we zien echt helemaal geen kut. Ik vind het nog eens moeite moeten doen om een gordijn open te doen in de kamer. Nee, geweldig. Ja, lekker man. Lekker. Zo, ik heb even een spijkerbroek aangedaan. Ik denk dus dat het voornamelijk morgen heel mooi gaat worden. Want ja, het lijkt nu gewoon een spiegel eigenlijk. Kijk maar, het lijkt echt een spiegel. Want je kijkt naar buiten, maar je... Oh. Wow. Hey. Oh, dit. Yo. Maar morgen gaan we dus denk ik hier het prachtige uitzicht zien. Allee, jongens en meiden, nu is er dus ook nog iets leuks. Oh bro, je zit daar letterlijk... Hé, doe dat gordijn eens dicht. Je hebt een gordijn hier, deze kan omhoog. Waar? Oh, dat? Die kan omhoog. Of is het geen gordijn? Hé? Wat? Is dit bij de microfoon? Nee bro, dat is een telefoon. Waarom de fuck is het een telefoon? Wat is het? Weet je niet waarom ze een telefoon hebben bij het toilet? Stel je voor in een situatie dat je lekker aan het poepen bent. Ja. En je komt ineens achter dat je geen wc-papier hebt. Dat is echt geweldig. Dan kan je dus via een telefoon bellen naar de receptie om wc-papier te vragen. Dat is volgens mij een van de grootste redenen. Of als je, weet ik veel, bed gaat op het toilet of zo. Dat is dus een van de redenen, dacht ik. Maar jongens en meiden, het leuke is dus ook dat Nadine, die woont dus al een tijdje hier nu in Barcelona. Die hebben we natuurlijk al een aantal keer in de vlogs gezien. En zij is dus ook hier dus, nou logisch, nu in Barcelona. Dus het leek ons wel eventjes leuk om haar soort van te verrassen, denk ik. Zoiets. En om dus langs te gaan. Want wij moeten sowieso nog even lekker wat eten. Alleen zij weet dus totaal niet dat wij hier zijn. Nee, ja, klopt. Dus ik ben benieuwd. Ja. Je had wel contact met haar vandaag? Ja, klopt. Ik denk echt dat ze een vermoeden heeft, man. Hoe dan? Ze vraagt ineens dat ik selfies stuur, naar welke feestje ik ga vanavond. toch allemaal. Ze zei letterlijk 10 minuten geleden van, ja, ik heb het gevoel dat je liegt tegen mij. Hoezo? Wow, bro. Dat is geen goed teken als een meisje dat zegt tegen je. Is dat bier? Ja, ik was aan het zoeken. Zo fancy. Oké, maar even voor de duidelijkheid. We willen dus haar een soort van, ja, ik weet niet of we haar gaan verrassen. We gaan gewoon langs bij haar en aanbellen of iets. Want kijken naar de reactie, ja, hoe dat gaat. Dit zal fake. Een bar. Oh god, nu gaat het fout. Ja, toch! Wow, ze hebben echt sterke drank, bro. Zo, echt sterk. Zo, ze hebben echt sterke drank. Wij weten dus trouwens niet eens of Nadine überhaupt nog wakker is. Ja, ze is nog wel wakker, maar ik denk dat we daar wel een beetje moeten opschieten misschien. Oké, het is op dit moment zo'n 9:15 inderdaad. Dus we zijn laat, maar we hebben nog niks gegeten behalve een vies gore pizza uit het vliegtuig. Ja, dat is echt disgusting. Ja, die was echt niet te chappen. Dus we gaan even één biertje hier drinken en dan gewoon gaan, denk ik. Ja, lijkt me een plan. Wow, licht even uitgedaan. Kijk, nu kunnen we een beetje genieten van het uitzicht. Wow. Dan was mijn camera tegen het glas aan. Die zag ik even niet aankomen. Ik heb echt geen idee waar we nu dus zitten in Barça, jongens. Tijd om te gaan. Zoals ik ben een beetje zenuwachtig nu of zo. Ik weet niet. Geen idee. Wel nog even een leuke toevoeging aan de avond. Want anders hadden we gelijk nog aan slapen namelijk. Maar nu gaan we nog even wat leuks doen dus. Ja, en ik moet echt eten. Dat sowieso. Oei. We staan weer buiten, jongens. Wat een heerlijk temperatuurtje zo. Ik vind dit trouwens echt mooi. Die stenen zo. Vind ik echt een gaaf effect geven. Vind je dat niet? Ja. Toch? Ja, heel gaaf. Wat lach je nou? Ik ben weer enthousiast over dingen waar ik niet enthousiast over moet zijn. Nee, het is gewoon leuk. Ja, dat is toch mooi? Nee, ja, ik vind het mooi. Ja, het is wel prachtig. Nou, niemand die het boeit. Oké, de Uber komt er zo aan en dan gaan we naar Barcelona. Daar zijn we al, maar de plek waar we moeten zijn. Hoe gaat ze reageren, denk je? Ja, maar hoe moet je het überhaupt aanbellen? Bro, weet ik veel. Ik snap sowieso het hele idee niet. Maar, oké. Okay. Oh, is dat onze taxi? Nee, er stapt niemand die anders in. Ah. Hoe bedoel je snapt het idee niet? Zeg maar, hoe gaan we het doen? Ja, dat weet ik ook niet. Even kijken of we kunnen inbreken of zo. Inbreken, ja. We zitten in de auto, jongens. Kijk eens aan, we gaan nu rijden. Dus 10 minuten rijden. Zenuwachtig? Nee, op zich niet. Nee? Jawel? Klein beetje, man. Ja? Ik weet niet waarom. Ik ben... Maar dat komt omdat ik altijd zenuwachtig ben voor dit soort stomme dingen of zo. Ja, we moeten gewoon even kijken hoe we dit gaan doen net. Want het is gewoon... Ja, gewoon naakt naar binnen anders. Naakt? Ja? Zeg je dat nou? Ja, kan. Nee, ja, ik heb geen idee. Ik wil aanbellen. Maar ja, ik was aan het denken, misschien wil aanbellen en zeggen dat je pakketje... Ja, man, om 11:15 s'avonds. Maar ja, je hebt... Hallo, gewoon, ik heb een pakketje voor jou. Je hebt toch bezorgservices die je gewoon in de nacht bezorgen? Ik weet het niet. Geen idee. We gaan het zien. Ik weet het niet. Misschien van camera's. Ja, dat zou kut zijn. Dan ziet ze gelijk dat wij het zijn. Oké, jongens, we zijn uitgestapt. Ergens hier. Ergens hier is het. Maar rustig dan, want haar balkon zit hier boven. Ze moeten gewoon... Oh, ze kan ons horen. Ja, misschien wel, als ze buiten zit. Maar hoe de fuck kom je zo'n gebouw in dan?
bro, dat, ik weet ook niet wat. Waar de fuck kan je naar binnen? Oké, we gaan gewoon even kijken. Oh, hier. Hier. Dat is eruit. Dacht je dat? Ai, ai, ai. Oké, we zijn hier voor de deur. Hier ergens moeten we zijn. Geen idee hoe we binnen gaan komen. We weten wel dat we hier ergens volgens mij naar binnen moeten. Grappig dit. Ineens is Alex echt fucking zenuwachtig. Er zaten nu allemaal mensen te appen van hoe we dus binnenkomen. Ik heb geen idee. Ik heb ook voor de rest geen contact of zo. Dus hij is fucking zenuwachtig. La 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 la. Oké, we hebben even een biertje. Dicht bij een ander restaurantje van haar. We moeten haar waarschijnlijk gewoon gaan facetimen. Want we weten van al die nummers niet waar we bij moeten aanbellen. We hebben het juiste adres niet. Ik ben er van denken, is er geen een of andere smooth die ik kan bedenken van yo, ik wil een pakketje naar u opsturen, maar waar moet ik het sturen? Ja, doe dat. Zoiets. Maar ja, waarom de fuck zou je dat om 9:15, om 10:45 vragen, terwijl ik zomaar aan het drinken ben? Ja, hij heeft dus een smooth verzonden dat hij nu uit is in Amsterdam en dat hij daar aan het drinken is. Boeien, probeer gewoon. Maar doe dat dan straks als we voor de deur staan. Ik begin nu alvast met het te praten. Ik begin gewoon nu alvast, hé schatje. Hé schatje, wat ruik je lekker vandaag? Oh, wacht. Ik kan je nog niet ruiken. Oh, nee, wacht. Hey. Mijn zus heeft een bruiloft. Dus ik wil een invite sturen voor die bruiloft. Naar waar kan ik het sturen? Ja, en stuur het een beetje in typfout, zodat het lijkt alsof je dronken bent. Oké, ze zegt, waarom? Ze is niet makkelijk, hè? Goedemorgen. Huh? Maar het is ook, zeg maar... Het is super random, bro. Besef, hoe laat is het? Yo, het is 11:30 s'avonds. Mijn zus wil je een uitnodiging. Ze heeft het sowieso door. Als jou aanhangt. Ja. Denk het. Ja. We hebben het. Hij heeft hem. Oké, man is fucking zenuwachtig. Zie je iets meer mag? Oh, sorry. Ze heeft ons al door. Hoe? Wakker dan. Ze heeft ons al door. Ze heeft alles net. Je moet wel de goede deur kloppen. Ja, sorry, wrong man. Moet ik aan een selfie raken. Maar ik, enige moment dat ik dacht, nee, dat is niet zo, was omdat ik de hele dag twee vinkjes had. Ik heb het tegen één keer, ik heb het opgenomen, oké. Oh, fuck, ouwe, kutzo. Ja. Ik durf niet uitspreken naar iemand, omdat ik het niet wil hopen. Maar ik dacht dat het zo gekomt. Oh, kutzo. Hey, schatje. Ja, één moment van jullie is niet voor ons. Ja. Dacht ik, ja, nee. Ja,
Ja, ik vind het zo. Oh jongens, we bellen ook gewoon twee keer bij de verkeerde aan. Ik liet ze net lekker de gang gaan. Ik hoorde al de hele tijd zo. Maar kijk, zeg maar, jullie hadden beter mij kunnen FaceTime of zo. Van, hey, zal ik naar beneden kon komen? Ja, dat zei ik nog tegen. Zeker dat jullie het waren. Ja, maar ja, als je naar beneden moet komen, als ik vraag om naar beneden te komen, dan weet je het ook. Zo, ik ben helemaal aan het trillen, man. Ja, ik... Hoezo? Ja, gewoon. Ik hoop dat het in mijn hoofd, maar ik dacht, nee, je zou dat toch niet zomaar doen. Wanneer had je je bedacht? Vanochtend zeker? Gisteren al. Zijn de zenuwen een beetje ingedaald? Ja. Alex deed alsof hij de hele tijd niet zenuwachtig was net. Ja. Ik had ook niet zo zenuwachtig. En net was hij ineens zenuwachtig. Maar dat kwam omdat ik hem de hele tijd gewoon kut aan het stellen was. Ja, dat wel. Niet langer stress doen. Ook van... Ik zei ook van, ik denk dat ze door heeft. Ik had het door. Wij gaan even wat eten. Te grappig dat we dus gewoon bij twee verkeerde mensen hebben aangebeld. Dan worden we onze excuses aan, hè? Nee joh, dat is jouw probleem. Mij? Ja. Waarom? Wij zien ze niet meer. Nee, dat is waar. Maar ze weten ook niet dat jullie bij mij komen. Hè? Ze weten ook niet dat jullie bij mij komen. Nee. Het drankje jongens van de avond, lekker. Wij hebben een mojitotje. Ja, een mojito kill. En jij hebt? Een mojito. Een cosmopolitan. Wat houdt dat in? Ik moet even wat eten eigenlijk. McDonald's. Dus je worst. Dus jij roast beef? Ja. Oké. Ga lekker naar de smaken. En zo zijn we weer terug in de lift. Jezus. Yes. Was leuk. Was ja, gezellig. Gezellig. Geslaagd. Zeker. En zo, deze lift gaat... Bro, wat? Bro, die gaat snel. Die gaat echt snel. Hoe kan dat? Hij schiet omhoog, dit ding. Je hoort het ook heel erg. Maar je voelt het niet. Nee. Ineens sta je gewoon bam, op de 14e verdieping. Bam. Nou, we zijn er. Op naar de kamer. Okay. Dit was ook de vlog voor vandaag, jongens en meiden. Wij gaan dus lekker slapen. Morgen om 5:30 komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online. Ik hoop jullie allemaal weer te zien. We gaan leuke dingen doen hier in Barcelona. Waarschijnlijk naar het strand of weet ik veel. We gaan het wel zien. Jij gaat lekker slapen, ik ga lekker slapen. Dus jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Tot morgen, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. En dan zeg ik nu...